Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is nog steeds erg koud, vind ik. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wereld. Of all time. Burgemeester Halsema is al, weet ik veel, 20, 25 jaar actief in de Nederlandse politiek. Ze is een hele succesvolle, hele bijzondere, hele intelligente politica. En door de jaren heen heeft burgemeester Halsema, toen ze nog gewoon Femke Halsema was, talloze en talloze interviews gegeven. En sinds ze de burgemeester van Amsterdam is, valt het mij op, en ik weet niet of andere mensen dat ook opvalt, maar het valt mij op dat mensen stellen haar nog steeds dezelfde vragen. Het gaat altijd over beleid en misstanden, et cetera. En eigenlijk weten we al welke antwoorden ze gaat geven. We weten hoe ze denkt over het Amerikaanse buitenlandbeleid. We weten hoe ze denkt over de toenemende Nederlandse studieschuld. We weten hoe ze denkt over het extreme wapengeweld in Amsterdam. We weten hoe ze denkt over de enorme overlast, de enorme belasting die toeristen veroorzaken in Amsterdam. Er komen 18 miljoen van die gekken hier naartoe. Dus Nederlandse media, dit is mijn beschuldiging. Het is wel echt een beschuldiging. Ik beschuldig de Nederlandse media ervan dat ze gewoon dezelfde saaie fuck vragen voortdurend aan burgemeester Halsema stellen. En daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Ik weet namelijk al hoe ze over al die onderwerpen denkt. Ik heb het 100 keer zien en horen uitleggen. In woord en geschrift. Dus ik ben niet geïnteresseerd in haar mening over die toeristen. Het interesseert me gewoon niet meer. Het is gewoon boring. Waar ben ik wel in geïnteresseerd? Nou, ik wil weten hoe burgemeester Halsema denkt over het alledaagse. Dat is veel interessanter, weet je wel. Wat is je favoriete Italiaanse restaurant? Waar verkopen ze de lekkerste patat? Haal je batterijen bij de Action of bij het Kruidvat? Weet je wel, Femke is net als ons. Ja, a woman of the people. A woman of the people. En vandaag ben ik een beetje aan het stoeien met hoe denkt Femke Halsema over mayonaise? Dit zijn, naar mijn bescheiden mening, de twee lekkerste mayonaises in de hele wijde wereld. Ik heb talloze soorten geprobeerd. Dit is de Hellmann's mayonaise. Die komt officieel uit Amerika. En die is heerlijk. En wat dikker. En ik zou hem omschrijven als zoutig. Ja. En dit was mijn go-to mayonaise. Nu zo'n 2 jaar. Na heel lang zoeken besloten. Oké, dit is de beste. Maar daar is verandering in gekomen. Want ik heb een nieuwe ontdekt. En dat is deze. Jean Baton. Jean Baton Belgische mayonaise. Een gigantische pot is het. Volgens mij kost die iets van 3 euro. De Hellmann's, grote pot, 2,39. En Jean Baton, ik had er nog nooit van gehoord. Ik had hem nog nooit gezien. Maar blijkbaar kun je het kopen bij de Albert Heijn. Maar dan niet deze pot. Weet ik eigenlijk niet. Moet ik gaan uitzoeken. Maar goed, ik was laatst toevallig bij de Jumbo. En toen kwam ik deze pot mayonaise tegen. En die was inderdaad in de aanbieding van, weet ik wel, 3,50 voor 2,99. En nu heb ik een enorm dilemma. Want deze mayonaise is fantastisch. Absoluut fantastisch. Hij is wat dunner dan deze. En deze heb ik uit de koeling gepakt. Dus deze stond standaard in de koeling. Misschien heb ik hem daar nog nooit ben tegengekomen. Want ik heb nog nooit mayonaise uit de koeling gehaald. Maar in de Jumbo stond hij in de koeling. In de aanbieding. Dus misschien dat ik hem daar nog nooit ben tegengekomen. Anyway, deze is wat dikker. De Hellmann's is dikker en zoutiger. Deze
is zoals normale mayonaise, denk ik, qua samenstelling. Dus die heeft niet dat dikke. En deze is wat, ja, ik ga zeggen zuurig, citroeniger. Het is geen citroenmayonaise. Je hebt allerlei mayonaises waar citroen in zit. Die vind ik helemaal niks. Die heb ik ook allemaal geprobeerd. Maar deze is... Oh, to die for. To die for. Welke van de twee is beter? Ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Ik zit er echt mee in mijn maag. Er kan maar één de beste zijn natuurlijk. En dit veroorzaakt allerlei problemen voor mijn toch al kleine huishouden. Want nu moet ik twee soorten mayonaise in huis hebben. En deze die kan ik niet eens bij mij in de buurt halen. Tenminste, weet ik niet. Zou ik langer moeten gaan zoeken. En wat als die echt alleen maar in de koeling mag staan? Weet je, dan kan ik ook niet drie potten voorraad halen of zo. Dus nu heb ik twee soorten mayonaise in huis. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dus wat wil ik weten? Nou, hoe denkt u over die toeristen? Nobody cares. Nobody cares. I don't care. Dat weten we al. Hey, wat vindt u van al die overlast op de Wallen? Dat weten we al. Gewoon erg, hè? Al die schietpartijen in Amsterdam. Ja, het is afschuwelijk. Maar stel onze burgemeester eens een keer een belangrijke vraag. Burgemeester Halsema, gebruikt u mayonaise? Het lijkt me van wel, u heeft kinderen. En wat vindt u de lekkerste mayonaise? Welke mayonaise gebruikt u? Welke vindt u absoluut het allerlekkerst? Mijn advies is of deze, of deze. En deze zit in een mooiere pot, dus dat telt ook mee. Ik vind de verpakking mooier. En die glazen pot kan ik daarna iets nuttigs mee doen. Ja, ik maak hem helemaal schoon. En dan gebruik ik die pot voor iets anders. Ik was dit labeltje eraf met wat nagellak remover, weet je wel. Dus mijn voorkeur, ja, ik toch een lichte voorkeur misschien voor deze. Maar ja, dat is ook omdat hij nieuw is. Weet je, misschien nadat je hem 10 keer gebruikt hebt, denk je, oké. Welke mayonaise wordt er gebruikt in het huishouden van de burgemeester? Heeft ze 1 soort mayonaise in huis of meer soorten? En welke vindt zij zelf het lekkerst? Ik ga dit soort vragen een keertje allemaal opstellen in een document wat ik ga opsturen naar de voorlichters van burgemeester Halsema. Maar goed, mocht u Jean Baton mayonaise niet kennen, probeer die een keer. Die is fantastisch. En mocht u Hellmans mayonaise niet kennen, probeer die ook een keer. Die is ook fantastisch. En laten we hopen dat we ooit antwoord krijgen op echte belangrijke vragen, zoals welke mayonaise vindt onze burgemeester het lekkerst. Want dat soort dingen kan de Amsterdammer wat schelen. Weet je, dat aanhoudende vuurwapengeweld, dat hebben we allemaal al 100 keer gehoord en gezien. Mayonaise, het alledaagse. Mooi pot, hè? Lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.